heeft alleen super dik haar. Er staan nog wel wat knotten met naald en draad. En ik ga jullie nu uitleggen hoe je dat moet doen. Ten eerste heb ik altijd een apart zeg maar, wedstrijdbakje waar ik al mijn elastiekjes, mijn strikjes en mijn, mijn draden in doe. En ook mijn naald. Ik adviseer om je naald in een kartonnetje te doen, want ik ben al ongeveer 6 naalden kwijtgeraakt omdat ik ze gewoon hier nog in deed. En dan kom je op de wedstrijd dan achter dat ik geen naald heb en dan moet je creatief zijn. Dus dat heb je allemaal nodig en dan ga ik nu even laten zien hoe we gaan beginnen. Ik ga even over op voice-over, want zoals jullie net al hoorden waren ze met de bladblazer buiten bezig. En dat kwam steeds dichterbij, dus je hoorde het gewoon niet goed meer als ik aan het praten was. En dat gezoom is gewoon heel vervelend om... tussendoor te horen. Nou, hier ben ik alvast Marlies maan aan het kammen. Zijn manen vallen twee kanten op. En je moet natuurlijk wel zorgen dat het één kant op valt. En dat alle klitten en viezigheidjes eruit zijn. Ik maak altijd hele grote knotjes bij Marlie. Dat vind ik juist wel leuk staan en is minder werk. En ik doe altijd een beetje de grootte van mijn borstel aanhouden. Zodat je echt wel leuke knotjes krijgt. Hier doe ik dan een elastiekje omheen. En zo ga ik eigenlijk al zijn manen over ongeveer 7, 8 gelijke plukjes verdelen. Nu zitten alle plukjes erin en het volgende wat ik ga doen is dan de eerste, het elastiekje ervan afhalen. En diegene die daarnaast zit, die trek ik een beetje naar de zijkant. En hier ga je dan een vlechtje in maken en probeer hem zo strak mogelijk te maken. Zo, nu zijn we aan het einde gekomen van het vlechtje. Probeer hem heel strak tot het einde door te vlechten, gewoon zo ver mogelijk zeg maar. En wat ik altijd doe is het elastiekje er een paar keer omheen slaan. En dan het einde, dat sla ik dan dubbel naar achter. En dan doe ik ietsjes hoger, zodat het... onderkantje dat ik zo nog het elastiekje eromheen kan vouwen. Dan zie je de overgebleven plukjes niet meer zitten. Zo, alles zit er nu in. En dan wordt het tijd om je naald en draad klaar te gaan maken. Ik doe ongeveer altijd, 40 centimeter draad ongeveer. Ik doe altijd het einde een beetje plat drukken. En daarmee kan je hem heel makkelijk door je draad heen halen. Haal hem er helemaal doorheen, zodat je naald ongeveer in het midden van je draad is. En maak dan de draad aan elkaar vast met een heel simpel knoopje. Oké, nou, de naald steek je door dat onderste stukje heen. Dat stukje wat je hebt dubbelgevouwen, zeg maar. En dat trek je helemaal door. En dan haal je hem door de lus, zeg maar, die je nog over hebt. Daar haal je hem doorheen. En dit trek je dan heel strak aan. Dan ga je hem via de onderkant door de manen steken. Kijk natuurlijk uit dat je niet je pony in zijn vel steekt, maar gewoon door de manen. Dan haal je hem weer terug. Zorg natuurlijk niet dat je hem door hetzelfde gat heen haalt, maar een ander gat doorheen steekt. Dan druk je het vlechtje een beetje plat en dan steek je hem weer opnieuw aan de onderkant er doorheen. En dan trek je hem aan en je doet erom met je andere hand even het vlechtje van de onderkant zeg maar tegen de manen aansteken. En dan ga je gewoon een paar keer heen en weer met de naald, zodat het echt gewoon goed vast komt zitten. Nou, als je dat een paar keer gedaan hebt dan, en je hebt nog een klein stukje over, zorg niet dat het een te klein stukje is, dan knip je hem open en dan doe je gewoon een dubbel knoopje in en trek je dit goed strak aan. Draad is van zichzelf best wel klevig, dus je hoeft niet bang te zijn dat hij weer loskomt. Ik knip altijd nog de haartjes die heel erg uitsteken weg. Doe dat natuurlijk niet te veel, want anders heb je dadelijk allemaal gaten tussen je manen als je knotjes er weer uit zijn. Als alles goed strak en vast zit, dan kan je de overige stukjes afknippen. Knip natuurlijk niet... te kort af, zodat het dadelijk weer uit elkaar valt. Wel nog boven het knoopje natuurlijk, maar wel weer zo kort dat je het niet meer kan zien. En dit is het eindresultaat, Marlies knotjes. Ik wil jullie ook nog even laten zien hoe ik altijd mijn staart doe. Dat doe ik altijd net wat anders dan andere mensen doen. Heel veel die vlechten namelijk in, maar dat doet echt iedereen. Dus ik vind het gewoon leuk om een keer wat anders te doen. Je pakt gewoon twee plukjes aan de zijkant en een klein plukje aan het midden, zodat die wel goed tegen de staart aan zit. En hier doe je dan een elastiekje omheen. Dit doe je nog een keer en later doe je dit nog een keer. Dus heb je eigenlijk drie van die knoopjes. En dan doe ik om de laatste altijd een strikje heen. Maar mijn strikjes zijn niet zo heel goed. Dus die willen nog wel eens breken. Maar als je echt goede strikjes hebt, dan moet het gewoon kunnen. En dan ziet het er best wel leuk uit. En het is ook leuk om bijvoorbeeld van alle drie met een strikje te doen. Zodat het toch nog wat schattiger eruit ziet. Nou, dit was de video over hoe je zelf knotjes kan maken met naald en draad. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei doei!